Het is eigenlijk een tienerfilm, een grappige film, over de survival van het middelbaar onderwijs. En ik ben deel van het lerarenkorps dat deze jonge bende in toom moet houden. Het is echt geïnspireerd op de klassieke Amerikaanse teenage high school comedies. Maar het is een comedy met een scherp randje. Ik zou je nu echt een gemene blik kunnen geven, hè? Maar je hebt gaan. Jij bent de mensen waar ze kan bestellen. Er zijn heel veel herkenbare situaties in Bittersweet 16. Wij zijn allemaal ooit humaniora-leerlingen geweest en we hebben allemaal onze weg moeten zoeken in de jungle van de middelbare school. Hoe gedraag je je in een groep? Ben je een leider of kies je ervoor een volger te zijn? Ga je in het anonieme, veilige midden zitten? Het verhaal is eigenlijk geschreven door Anna, onze dochter. We keken heel veel films, tienercomedies ook, en ze zei dan zo van... Ja, dat is leuk, maar je merkt dat dat door een volwassene geschreven is en dat dat zo niet echt helemaal zo juist is. Waarop dat Jan dan zei van ja, dan moet je zelf een keer iets schrijven. Hè. En het was quarantaine, ik had niets te doen, dus ik dacht, oké. Zij zorgt voor de waarachtigheid. Zij bewaakt de waarachtigheid van de personages, van de dialogen, van de kledij, van de accessoires in de kamers van de tieners en zo. Ik ben een blanke man van 58 jaar. Wat moet ik gaan vertellen tegen de stylisten hoe iemand zich kleedt? En dat is haar observatie ook geweest bij het zien van die andere films. Papa, je ziet dat dat door volwassenen is geschreven. Is het effectief? Eerlijk waar. Een film van Anna Vrijen, Lee Willaert, Jan Vrijen. Het is een film die gemaakt is door een 16-jarige, voor jongeren, met jongeren. Ik zie daar echt een hele nieuwe generatie acteurs staan en actrices. Waar ik van zeg, wauw, amai, ja, daar gaat er nog van horen. Zitten er ook vrienden van jou bijvoorbeeld in? In de cast, nee. In de personages, wel een beetje soms. Dus er zullen best wel mensen zijn die dat misschien een beetje confronterend zullen vinden. Maar dan hopelijk in de positieve zin. Hè. Het is niet bedoeld als een afrekening of als een provocatie of zo in ieder geval. Goeie verhalen. We gaan er wel vooral zeker een disclaimer opzetten. Al elke gelijkenis met bestaande personen geheel of gebeurtenissen is geheel toevallig.